En hallo iedereen, welkom bij de servertour van de Biontown server. Ik ben de gast, Jordi, en kijk dit op het kanaal van Biontown. En dit is de Biontown server. Heel erg logisch dat je dan op het YouTube kanaal kijkt van Biontown voor de Biontown server, want het is twee keer dezelfde naam. In ieder geval, dat maakt mij helemaal niks meer uit. Als je nu getikt wordt op de achtergrond, is niet mijn microfoon is goed, het regent gewoon. En laat ik hem net onder een raam zitten, op mijn dakkie, zeg maar, schuin. Dus het raam is ook schuin. En daar komt dan water op en dan hoor je getik. En laat mijn computer nou net onder het raam staan. Dus het is heel irritant als ik dan dingen opneem en hoor je af en toe getik. Het is af en toe... in ieder geval, op dit moment is het niet zo heel erg. En ik schopte net mijn computer per ongeluk. Moet er even goed voor gaan zitten voor deze video. En in deze video gaan we gewoon even kijken op de creatieve wereld van Minecraft. En ik wil gewoon zeggen, wauw. Mensen, jullie hebben of echt heel veel vrije tijd. Dat is ten eerste. Heel veel creativiteit. En gewoon... Wauw, dat jullie dit maken. Bijvoorbeeld deze Entei. Dat is gewoon een Pokémon. Dat is gewoon een fucking groot jongen. Ik zal daar voorbij gaan staan. Er staat ook een botje bij. Zal ik even je naam laten zien wie dit heeft gemaakt. Dit heet... Oh, oké. Ik dacht dat... De persoon die het al gemaakt erop stond. Volgens mij hoort dat roze hier niet. Ga ik even weghalen. Is weer iemand grappig geweest om daar een twee blokjes roze neer te zetten. Maar dat is toch fucking awesome. Hier hebben we het Superman Emblem. Ja, ik hou niet echt zo heel veel van Superman. Ik heb eigenlijk ook nog nooit de serie daarvan gezien. Of de film. En hier heb je een spin. Ik denk dat het Spider-Man moet voorstellen. Maar ik ben eigenlijk ook niet zo'n Spider-Man fan. Nooit geweest. En hier hebben we Luigi. Die heeft eindelijk ook zijn plek gekregen in de server. En volgens mij hebben we ook ergens nog Mario staan. Maar dat weet ik niet zo. 1, 2, 3. En even kijken wat er nu bij staat. Zal er weer een naam bij staan. Ja, kijk. Stijn Del Rio. Die heeft deze Luigi gemaakt. Heel gaaf, man. Ga zo door. Hier hebben we een Mew. Die is een beetje misvormd. Drie keer raden van wie die is. Volgens mij Stijn. Nee. Shibi. Oké, die persoon ken ik niet. In ieder geval, hier hebben we gewoon echt allemaal mooie bouwwerkselen op de creatieve wereld. En hier staan al random staan gewoon drie goostjes. En ik weet ook niet wat die drie goostjes hier doen. Maar het zal waarschijnlijk wel skins zijn van mensen die hier op de server zitten. En ik bedoel, het is echt zo fucking vet wat mensen hier maken. Kijk, dit persoontje ken ik allemaal niet. Het zal waarschijnlijk wel van een game zijn. Een 8-bit game of zo. De Stick. Ik ken hem niet. Maar deze persoon ken ik sowieso wel. Stewie. En ja, echt mensen. Wat jullie allemaal maken. Dat is vet, man. Echt, ook al ben je vrouw, is het vet vrouw, maar echt vet. Snorlax. En volgens mij moet dit Patrick voorstellen. Ik vind het echt zo geniaal wat jullie allemaal bouwen, mensen. Maar er zitten af en toe ook echt van die hele rare kunstwerkjes bij, want ik weet maar gewoon niet wat dit is. Kijk, dit is dan weer zo'n raar kunstwerkje. Althans, nee, dat is nog niet zo heel raar. We hebben nog raardere kunstwerkjes. Even kijken. Zoals dit. Dit slaat dan weer nergens op. Weet je, als je dit in een creatieve wereld bouwt. Ik bedoel, wat? Dat was ik niet. Ja, als je iets bouwt in een creatieve wereld, maak er dan iets van. En niet iets waar je alleen je naam zet. We hebben ook duizenden dudes die gaan dan alleen een naam maken in een creatieve wereld. En die vinden het dan mooi. Ik weet niet waar deze gozer mee bezig is. Maar het lijkt ergens op. In ieder geval. Het begint echt ergens op te lijken. Het lijkt op een tempel of zo. En daar hebben we nog een dude helemaal links. Ik weet niet van wat voor game die is, maar... Is dat niet... Nee, ik weet niet wat voor game die is. Die doe ik met het witte hoofdje. Of die witte hoofddeksel. Maar in ieder geval, blijf eraan werken, persoon. Het ziet er netjes uit. En dit is dan weer zo'n redstone gebeuren. Mensen maken ook heel veel dingen van redstone. Even kijken, kan ik erin? Nee, ik kan er niet in. Toegang geweigerd. Pretty fucked up. Maar zoals jullie kunnen zien, mensen gaan gewoon echt helemaal los. Op deze wereld. Kijk, allemaal Pixarts. Hamtaro. Tails. Onbekende man. Bomp. Yoshi. Toad. Cyndaquil. En Slink. Dat is de Link. Geen Zelda. Iedereen zegt altijd Zelda, maar het is Link. En dit moet Cookie Monster voorstellen. Ik moet nog steeds lachen als ik deze dude zie. Echt. Hij is zo slecht gemaakt, maar... Hij is gewoon awesome. Eerlijk waar. Hij is gewoon echt heel vet. Maar dit huis hier zo vind ik... Ook nog een van de vettere dingen. We gaan straks kijken naar de andere huizen. Maar kijk, dit huis. Serieus. Dit huis ga ik waarschijnlijk namaken op mijn singleplayer let's play. Echt. Proficiat persoon die het heeft gemaakt. Maar dit is gewoon echt fucking gaaf. Hij heeft zelfs een garage gemaakt waar autootjes in zitten. Nou, de auto's zijn dan niet zo geweldig. Maar ja, dat kan je ook niet in Minecraft doen. Ik snap ook nog steeds niet hoe de persoon... Oh ja, mijn rails of mijn
Iron Bars zijn al zichtbaar. Dat is voor een video geweest. Ik snap nog steeds niet hoe dit gebeurt. Kijk, aan. Uit. Dat uit snap ik wel, want dan gaat die business omhoog. Maar aan snap ik niet. Echt, op random wijze gebeurt dat. Oké, hebben we hier redstone lopen? Ik weet ook niet waarom. Oh, oeps. Dat was ik niet. Kut. Nee, dat is kutmuziek. Zet hem uit. Laat me zitten. Ga zo snel mogelijk weg hier. Buitenverlichting. Daaronder is aan. Heeft hij dat ook? Fucking buitenverlichting? Dat is wel gaaf. Dit is gewoon echt... Mensen die of te veel vrije tijd over hebben, of mensen gewoon die heel creatief zijn. Maar in ieder geval proficiat persoon die het heeft gemaakt. Het is echt heel en heel vet. Maar dit is nog niet alles, want dit huis heeft misschien wel een hele mooie binnenkant. Maar dit huis is wat meer Romeins-achtig. Zeg maar een beetje een Romeinse villa. Doe een beetje denken aan Assassin's Creed snel. Het is een Mexicaans drugskwartel. Oké. Leuk voor de servertour, mensen. Leuk voor de servertour. Maar dit is nog niet het huis volgens mij wat ik bedoelde. Nee. Dit is niet het huis wat ik bedoelde. Ik bedoelde dit huis. Dit huis is echt fucking geniaal. Dit doet me echt denken aan een Italiaanse villa. En het is gewoon geniaal. Serieus. Hoe verzin je dit? Echt. De creativiteit spat er vanaf. Dat is gewoon echt niet normaal. Ik vind het alleen jammer dat als je hier naar het dingetje toe loopt. Naar dit fonteintje. Dat er geen weggetje omheen zit. Dat je er echt op moet lopen. Dat is het enigste jammer wat ik hier aan vind. Maar voor de rest, kijk dan hoe gaaf dit is, mensen. Dit kan ik niet. Althans, ik zou het wel kunnen als ik een plaatje heb waarvan ik het af kan maken. En niet alleen Minecraft, maar als ik gewoon een voorbeeld heb. Dan zou ik het kunnen doen. De binnenkant daarentegen is dan weer niet zo heel mooi. Alleen de buitenkant is echt heel vet. Echt geweldig persoon die dit heeft gemaakt. Je naam staat er niet bij. Echt, ik raad het echt aan om je naam met een bordje neer te zetten. Zodat ik kan zeggen, goh, je hebt het goed gedaan. Je hebt trouwens ook SpongeBob en een paar sprites van Pokémon. Ook heel vet. Maar ik wil jullie gewoon zeggen, wauw, jullie kunnen dit echt geweldig. Ik zou dat in principe niet kunnen. Die tuin is gewoon echt geniaal. En hier was iemand ook bezig met een tuin alleen... Oh nee, wacht. Volgens mij is dit dezelfde persoon. Die maakt gewoon een nieuwe tuin en is gewoon bezig met een nieuw project. Oké, awesome. Ik hoop daar nog meer van te zien. In ieder geval, ik denk dat ik hier deze video bij ga laten. Oh ja, en voordat ik het vergeet wil ik nog eventjes wat zeggen. Want gisteren heb ik echt een kut video geüpload. Ik wil maar daar ten eerste... voor verontschuldigen dat hij zo kut is, want ik had gewoon geen tijd. Sorry, en toen heb ik maar deze kut film gemaakt. Ja, nee, het is geen film, het is een video. Ik had gewoon geen tijd om het te bewerken eigenlijk. Ik had gewoon geen tijd om echt een goede video te bewerken. Dus heb ik deze maar geüpload. En geloof me, episode 2 van die serie wordt veel beter. Die wordt echt iets van 9 minuten of zo. En daar zit ook gewoon echt een verhaal in. En daar hoop ik gewoon een beetje meer creativiteit in te verwerken. Dan dit. Want deze grap is nou niet echt zo heel origineel. Want volgens mij is die ook gebruikt door Barlow zelf. Op een gegeven moment in zijn filmpjes. Of dat is bij iemand anders. Een andere YouTuber. Wat maakt het uit. Maar de grap is in ieder geval bekend. Dus het was in principe nou niet echt zo heel leuk om naar te kijken. Maar ik wou de serie in ieder geval wel weer introduceren. Gisteren. Dus ik dacht, nou weet je wat. Ik maak er gewoon een hele droge episode van. Dat is ook minder moeilijk te bewerken, droge episodes, want die zijn meestal heel kort. En dan heb ik het een beetje goed geïntroduceerd. Maar het is een beetje slecht gevallen bij de mensen. Kan ik begrijpen, want het was gewoon echt een kut video. Ik wilde het film zeggen, maar het is een video. En mijn verontschuldiging daarvoor. Volgende week komt er gewoon een goede video online op woensdag. In ieder geval, vond je deze video leuk? Doe dan een groen duimpje. Wil je meer abonneren? Dan zie ik jullie de volgende keer. En de volgende keer krijgen we dan weer een video. Ik weet alleen nog niet wat. Dat zien we dan wel weer. In ieder geval, tot dan.